Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Optimisme is een verantwoordelijkheid. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio. Communicatie die altijd blijft werken. Und auch heute ist der Deutschlandrundspruch des DRRC wieder mit im Programm von Papa Alpha 00 News. Wir freuen uns, dass wir in den Niederlanden landesweit auf 145,575 MHz auf dem Relais Papa India 3 Uniform Tango Romeo ausgestrahlt werden und grüßen alle Hörer in Papa Alpha und in den niederländischen Überseegebieten in der Karibik, die uns auf PI3 UTR via Echolink zuhören. Wir wünschen euch einen guten Empfang und schicken herzliche 73 aus Deutschland. De nu volgende uitzending bevat schokkende voorbeelden van hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. Bij jonge mensen onder de 18 kan de aanwezigheid van een volwassene tijdens de uitzending gewend zijn. Massive and expensive equipment marks the professional radio station. But in the amateur field, radio parts often include pieces of assorted junk, ingeniously assembled by operators who are called hams and who take up broadcasting as a hobby. Zo, dan staat het weekend weer voor de deur. Ja, dat was me het weekje wel. Wordt er nog gefontest? Dat weet ik niet. Of wordt er nog gevossenjaagd? Moet je in Electron kijken of die kars CQPA of op hamnieuws.nl? Nou ja, dat moeten we dan vanavond maar even doen. Heb je zin in koffie? Ja, lekker. Oké. As an expert in the field, I want to expressly advise everyone to not listen to PA00 News on Friday evening. Goedenavond, dit is de lange uitzending van de Daily Minutes, ook bekend als PA00 News. 分野の専門家として、私は金曜日の夜に PA00 ニュースに耳を傾けないように誰も助言する。 Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met voor nu een historie-update voor vandaag 5 december 2016. En nee, we hebben het niet over Sinterklaas, dit is het bulletin van maandag. Vandaag deel 25 uit de serie over onze hobby, nu met name over de amateurmerken en we zijn nog steeds bij het legendarische Heathkit. Daarnaast is een mosse en een toepasselijk SSTV-plaatje in PD90. Ik heb trouwens het vorige week opgezette nieuwe YouTube-kanaal weer uitgebreid met wat nieuwe filmpjes en ook met wat oude die ik opnieuw geplaatst heb. De nieuwe filmpjes tonen mijn vorige week gebouwde magnetische loopantenne en de opbouw van een MMDVM voor mijn digitale spraakhotspot. Deel 25 van de serie over de historie van onze hobby begint met de verschillende Heathkit-stammen, apparatuur onder de namen van Apache, Mohawk, Chippewa, Seneca en andere namen van stammen van de oorspronkelijke bewoners van wat nu de VS is. We zitten in het laatste jaar van de jaren 50, begin jaren 60 van de vorige eeuw, een periode waarin, hoewel er al draagbare transistorradio's verkrijgbaar waren, nagenoeg al dit soort apparatuur nog met buizen werkte, misschien met af en toe een verdwaalde seleniumgelijkrichter. In 1959, een jaar voordat de laatste DX100 verkocht werd, introduceerde Heath een nieuwe lijn, een luxe lijn van amateurapparatuur. De TX1 Apache zender en de RX1 Mohawk ontvanger waren ongeveer dezelfde afmetingen en gewicht als de DX100, maar hadden een geüpdate stijl en een nieuwe behuizing, gelijk aan waar de latere DX100's ook in werden geleverd. De TX1 Apache had veel meer mogelijkheden dan zijn voorganger en de RX1 Mohawk was de eerste volledig uitgeruste ontvanger speciaal bedoeld voor de amateurbanden op de markt. Beide units zender en ontvanger waren voorzien van een schaal in de stijl van een rekenlineaal met een schaal op een draaibare trommel die veranderde met de bandkeuze. Het bovenste apparaat in het SSTV-plaatje dat afgelopen zaterdag werd uitgezonden met de grote chroomkleurige knoppen is een RX1 Mohawk ontvanger. Deze beste apparaten uit de lijn van Heath kosten samen $504,45, vergelijkbaar met $4,300 in tegenwoordig geld. In 1959 bracht Heath de SB10 SSB-adapter uit voor gebruik in combinatie met de Apache of de DX100 om zo gebruik te kunnen maken met de toen nieuw opkomende SSB-modulatie. De SB10, uiteraard nog met buizen, in totaal zaten er 9 stuks in, wekte via de fasemethode SSB op met 10 watt uitgangsvermogen die vervolgens aan de Apache of de DX100 werd teruggevoerd waar het tot vol vermogen werd versterkt. De SB10 werd ook gevoerd uit de voeding van de zender waarop hij werd aangesloten en gebruikte ook het oscillatorsignaal van de zender in combinatie waarmee hij werd gebruikt. Een draaggolfonderdrukking van 40 dB en een onderdrukking van de ongewenste zijband met 30 dB komt naar huidige maatstaven een beetje mager over. Het was destijds rond 1960 een spectaculaire noviteit die toen al een FOX had met een antitrip om te voorkomen dat het geluid van de ontvanger de zender inschakelde.
Na de SSB-adapter in 1959 voegde Heath in 1960 een bij de lijn passende lineaire versterker toe, de KL1 Chippewa. De lijn werd in datzelfde jaar nog aangevuld met de VHF1 Seneca, een zender waarmee gewerkt kon worden op 50 en 144 MHz. De Seneca werkte in AM en CW van 50 tot 54 en van 144 tot 148,2 MHz, met in CW 140 watt op 6 meter en 110 watt op 2 meter en in AM een piekvermogen van 120 watt op 6 en 95 watt op 2 meter. AM-modulatie vond plaats door middel van roostermodulatie met een geregelde draaggolf. Overigens heb ik een schema van de DX100 en een beschrijving van de werking van de SB100 de SB10 moet ik zeggen, met veel detailinformatie. En ook van de VHF1 Seneca heb ik veel informatie. Als daar belangstelling voor is, dan kan ik die informatie voor belangstellenden beschikbaar maken. Verder had Heath in die periode ook nog de MT-1 Cheyenne zender en de MR-1 Comanche, ook weer genoemd naar stammen van de oorspronkelijke bewoners van de VS. Deze apparaten waren aanzienlijk kleiner en lichter dan het Apache Mohawk zender-ontvangerkoppel. Voor deze twee apparaten was er zowel een externe lichtheidvoeding als een gelijkstroomvoeding waarmee de apparaten in een voertuig gebruikt konden worden. Dat laatste was ongetwijfeld nog geen sinecure, zeker tijdens het rijden, omdat er geen zendontvangschakeling in zat. Het waren twee apparaten, een losse zender en een losse ontvanger. Een jaar na introductie werden de MT-1 en de MR-1 opgevolgd door een aangepaste versie, de HX20 zender en een aangepaste HR20 ontvanger. Deze waren nu geschikt voor SSB-bedrijf en ze hadden geen namen meer van Indianenstammen. De HX10 Marauder was vervolgens een vervanging voor de Apache, die niet meer de externe SB10 SSB-adapter nodig had, maar waar SSB al ingebouwd was. Deze zender verscheen voor het eerst in de Heath-catalogus van 1962-1963, tezamen met een nieuwe lineaire versterker, de HA10 Warrior. De laatste in deze generatie naar stammen verloemde apparaten waren de HX30 zender en de HA20 lineaire versterker, beide voor de 6 meter band. Heath kwam daarnaast ook met enkele zendontvangers voor één band met laag vermogen CW en AM op VHF. Dit waren de HW10 voor 6 meter en de HW20 voor 2 meter, vooral bestemd voor mobiel gebruik. Deze apparaten waren aanzienlijk kleiner dan de andere apparaten in deze generatie, maar hadden wel exact dezelfde stijl, inclusief de chromen knoppen. In de aflevering van morgen blijven we nog even in het jaar 1961, jawel, te beginnen met nieuwe apparatuur van Heath voor 6 en 2 meter in SSB. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. En denk eraan, als je gaat solderen, dat je steeds alleen de kant van de soldeerbout vastpakt waar het draadje uitkomt. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuws- en een historie-update. Jawel, voor vandaag, 6 december 2016. Dit is de beurt van dinsdag. Vandaag voor één keer een iets langere uitzending met meerdere nieuwsberichten en verder een lang deel, 26, van de historie, nog steeds over Heathkit. Daarnaast Morse en SSTV in PD90. Gisteren kwam vanwege tijdgebrek de Morse helaas
te vervallen. Oké, er komt een mailtje binnen. Die vergeet ik uit te zetten. Nou, gaan we meteen even voor elkaar maken. Vandaag doe ik dus iets met SSTV wat ik meestal niet doe. Ik zend een staand plaatje uit op een gewoonlijk liggend SSTV-beeld. Je moet het plaatje dus zelf naar ontvangst 90 graden draaien om een goed beeld te krijgen. Het plaatje is zeker de moeite waard. Ik hoop dat het met de beperkte resolutie van PD90 goed genoeg overkomt. Afgelopen zaterdag vonden er werkzaamheden plaats aan de repeatersystemen op de Gerbrandi-toren. De afgelopen tijd konden er een aantal dingen niet door werkzaamheden aan met name de buismast en wat ornamenten daaraan. De bovenste 50 meter na zijn die werkzaamheden nu voltooid en daardoor kon het hobbyscoopteam afgelopen zaterdag een aantal werkzaamheden uitvoeren. Zo is de stroomvoorziening aangepakt en is een nieuwe UPS geplaatst voor het geval van korte stroomonderbrekingen. De stroom op die locatie wordt overigens de komende 5 jaar gesponsord door de VSTA. Denk daar af en toe maar eens aan als je de microfoon op de repeater indrukt of naar de Daily Minutes luistert. Besef ook dat zo'n repeatersysteem niet gratis werkt, maar behalve op een grote donatie van een amateurvereniging, ook op vele kleinere donaties van amateurs. De informatie over de werkzaamheden op hobbyscoop.nl is te uitgebreid om hier allemaal te behandelen, maar onder andere is er gewerkt aan de reportagecabine. Er is 130 meter glasvezel aangelegd, hamnet op de toren is weer ingeschakeld, co-channeling van PI3 UTR is hersteld, waardoor de zender Goes weer aankon. Ook is een bandfilter geplaatst, waardoor de kerkmuziek niet meer via een spiegel de repeater kan binnensluipen. Er is verder begin gemaakt met de terugkeer van de ambitieuze ATV-repeater PI6-ATV. Het hele verhaal over dit alles kun je dus lezen op hobbyscoop.nl. SWL Ron die stuurde me in het holst van de nacht het bericht dat de Russische cosmonauten aanstaande donderdag en vrijdag vanuit het ISS meerdere SSTV-beelden zullen uitzenden op 145.800. De tijdvensters waarbinnen dit gebeurt is op 8 december tussen 12.35 uur en 1800 uur UTC en op 9 december tussen 12.40 uur en 17.40 uur UTC. Gebruikte modus zijn vrij zeker PD120 en of PD180. Aanstaande donderdag en vrijdag dus SSTV-beelden vanuit het ISS. Je kunt deze beelden op vergelijkbare wijze ontvangen als de beelden bij de Daily Minutes. Een bericht dat Ron me ook stuurde gaat over de kerstverlichting op de Gerbrandi-toren. Deze zal worden ontstoken op 10 december even na 8 s'avonds. Op dat moment zal voor het eerst een lichtshow worden gegeven op een kersthit die tegelijkertijd op Sky Radio te horen is. Iedereen met uitzicht op de toren en een radio op Sky Radio, dat wil zeggen op 101.2 FM, zal hier dus van kunnen meegenieten. 10 december dus, even na 8 uur 's avonds. Het Engelse Ofcom, de Engelse agentschap Telecom, die weigert op te treden tegen het Engelse Channel 5, een commerciële zender die het programma Nightmare Neighbor Next Door brengt, in het Nederlands de nachtmerriebuur van het huis hiernaast. Dit programma bracht kort geleden een aflevering met in de hoofdrol een vriendelijke en bescheiden oudere zendamateur met een flink aantal behoorlijk schadelijke leugens over onze zendhobby. Ja, niet door die zendamateur, maar door de makers van het programma. Misschien moet ik maar een keer het post- of mailadres van de makers in deze uitzending publiceren, zodat ze vanuit ons land te horen krijgen hoe de amateurs hier daartegen aankijken. Snel verder naar meer positieve zaken. Vandaag deel 26 van de historie van onze hobby gaat nog steeds over het MacHeath en hun bouwpakketten onder de naam Heathkit. Gisteren noemde ik de HW10 en de HW20 low-cost apparaten van Heath voor de 6 en de 2 meter band, ook bekend onder de naam Sixer en Tour. 6 watt AM of CW, toch nog redelijk geavanceerde apparaten en geheel in stijl van de eerdere apparaten in de Tribes series, inclusief de chromen knoppen. Daarnaast waren er voor 6 en 2 meter ook nog goedkopere apparaten te koop, ook vaak aangeduid met Sixer en Tour, de HW29A en de HW30. Deze apparaten in een veel eenvoudige behuizing waren kristal gestuurd met 5 watt uitgangsvermogen in AM. De ontvanger in het apparaat betrof een afstembare superregeneratieve ontvanger met een ingangstrap. Deze apparaten waren zowel geschikt voor netvoeding als accuvoeding, ideaal voor noodverkeer stond erbij. De wat ouderen onder ons zullen uit de jaren 70 nog wel de 11 meter portertjes kennen met een dergelijke superreg ontvanger. Naar huidige maatstaven zijn dat nogal primitieve ontvangers. Superreg zie je nog wel eens in oude pijlontvangers. Ik heb er zelf nog zo eentje voor 2 meter. Kenmerk van de superreg is dat ze, als je niet oppast, ook een hoop storing uitzenden. Verder zijn ze nogal breedbandig. Eigenlijk zijn ze alleen geschikt voor communicatie op vrij korte afstanden. Het principe van de superreg, voor wie dat niet weet, is als volgt. In het begin van de radio werden meestal rechtuit ontvangers gebruikt. Ontvangers met vaak 2 of 3 buizen achter elkaar die niets anders deden dan het HF van de ontvanger te versterken en op de frequentie zelf te detecteren terug naar audio.
Bij die ontvangers werd vaak een zogenaamde meekoppeling gegeven. In één of meerdere van de trappen werd het signaal van de ingang naar de uitgang teruggekoppeld. Eigenlijk andersom, van de uitgang naar de ingang. Dat heeft twee gewenste effecten. De eerste is dat de versterking nogal toeneemt en twee neemt de selectiviteit sterk toe. Dergelijke ontvangers kunnen erg eenvoudig zijn en het kan zelfs met één buis. Door de versterking voldoende te laten toenemen gaat zo'n buis bij sterkere signalen de stroom uit de batterij of voeding moduleren, zodat dus in de anodestroom het audio van het ontvangen signaal al zit. In zijn eenvoudigste vorm is zo zelfs niet eens een detectieschakeling nodig. Een dergelijke ontvanger heeft ook enige nadelen. Het eerste is dat het in de juiste mate terugkoppelen behoorlijk kritisch is en ook varieert dat met de gekozen ontvangstfrequentie. Stel je te weinig meekoppeling in, dan werkt de ontvanger niet goed. Maar stel je te veel meekoppeling in, dan kom je bij een ander nadeel van zo'n rechtuit ontvanger. Hij gaat oscilleren. Dat geeft bij de buren met ook een ontvanger een jankende toon die vaak de Mexicaanse hond genoemd wordt. De Mexicaanse hond kan behoorlijk ver komen. Het waren natuurlijk buizenapparaten en bij een eenvoudige ontvanger is er sprake van een oscillator van misschien meerdere milliwatts direct op de antenne. Door een extra versterker tussen de antenne en de ingang te schakelen kun je dit uitgezonden signaal in mindere of meerdere mate onderdrukken. Laat je de ontvanger op deze manier bewust oscilleren, dan wordt dit een regeneratieve ontvanger genoemd. Bij voldoende stabiliteit van de oscillatie kun je met een regeneratieve ontvanger CW en enkel zijbandsignalen detecteren. Ja, en dan heb je nog de superregeneratieve ontvanger die in de eenvoudige Heathkit HW29A en HW30 en sommige 11 meter portofoons zit. Een superregeneratieve ontvanger is een regeneratieve ontvanger die bewust altijd oscilleert. Het regeneratieve bestaat eruit dat de superreg ook nog op een tweede, veel lagere frequentie oscilleert, vaak op 25 of op 100 kHz, maar in elk geval op een frequentie 2 maal zo hoog als de hoogste gewenste audiofrequentie. Deze tweede oscillatie is dusdanig dat hij de ontvanger elke hele fase een keer geheel uitschakelt. De lage frequentie wordt de quench genoemd. Het gevolg hiervan is dat er AM-detectie ontstaat en dat bij een heel hoge versterking van de oscillerende ontvangertrap. In tegenstelling tot de regeneratieve ontvanger werkt het niet voor SSB of CW. Door de instabiliteit in oscillatie op de ontvangstfrequentie is de bandbreedte typisch groot. Zo groot dat via flankdetectie naar de FM-omroepband geluisterd kan worden. Dit soort ontvangers heeft verder de neiging om bij meerdere signalen die niet zoveel in sterkte van elkaar verschillen, toch alleen het sterkste signaal te laten horen. Voordeel is de enorme eenvoud. Nadeel is ook de enorme eenvoud. Ook bij de superreg geldt dat ze sterk zenden als er geen voorversterker voor staat. En zelfs met de voorversterker gebeurt dat ook nog. Ik heb zelf 11 meter porto's gehad waarvan de door de quench veroorzaakte ruis wel 200 kHz breed sterker was dan het zendsignaal dat hetzelfde apparaatje bij zenden uitzond. Dit soort ontvangers, in het verleden ook vaak gebruikt voor dingen als garagedeuropeners, kom je vanwege deze nadelen tegenwoordig nauwelijks nog tegen. Maar goed, terug naar het aanbod van Heathkit. Ik meldde gisteren ook nog twee enkel zijbandapparaten voor 6 en 2 meter, maar dit berust op een misverstand. Deze apparaten waren er op dat moment niet. Rond 1959 kwam Heath ook nog met een station speciaal voor novice amateurs, bestaande uit de DX60 zender, HR10 ontvanger en het HG10 VFO. Deze apparaten in bij elkaar passende behuizingen en stijl waren kleiner en lichter dan de tribes-apparaten die naar de indianenstammen waren genoemd. Ze hadden 5 banden tot hun beschikking en waren ook een flink stuk goedkoper. Deze lijn die gedurende zijn levensduur steeds verbeteringen onderging was meer dan 10 jaar lang te koop. In 1969 kwam Heath met de HW16 speciaal voor beginners. Een transceiver voor de novice segmenten op 3 korte golfbanden, alleen CW en kristal gestuurd, maar geschikt voor gebruik van de HG10 VFO. Morgen gaan we in op de vermaarde SB en HW-series die Heath in de periode na 1969 bracht. Vanavond overigens vanaf 8:30 is weer de D-Star-ronde via onder andere XRF088B en te beluisteren via pd4fmj.nl.
Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2 NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Loper. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate. Of ja, het is vandaag een nieuws en een hupsje. Pam, 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 pam. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuws- en ook historie-update voor vandaag, 7 december 2016. Dit is het bulletin van woensdag. Vandaag is het nieuws en de historie nog steeds over Heath en daarnaast is de Motion SSTV. Ik was overigens vanavond heel laat thuis, dus ik ben nog niet zeker hoe lang de uitzending vandaag zal zijn en ik hoop dat die op tijd is. Ik had het vanochtend met een paar mensen over opnieuw een keer data aan de uitzending toevoegen, maar ik moet dat plan helaas nog even laten wachten. Ik heb wel een testbestandje gemaakt om te demonstreren dat het werkt. Dat bestandje zal ik vanavond op www.pnlete.nl plaatsen met wat informatie en een watervalbeeld erbij voor mensen die willen weten hoe het werkt. Vergeet trouwens niet om de enquête over de Daily Minutes in te vullen als je Facebook hebt. Deze enquête staat op de pagina van Hobbyscope op Facebook sinds vanmiddag. Ik denk dat de reacties die er nu staan vooral de reacties van Facebook-bezoekers zijn en of ze nou luisteraars zijn of niet. Maar de luisteraars moeten natuurlijk ook gehoord worden. Heb je geen Facebook, maar wel een account op centamateur.com, dan kan ik desgewenst dezelfde enquête ook op centamateur.com plaatsen. Volg nu een paar nieuwsberichten. Ik meldde gisteren al de SSTV-uitzendingen door de Russische zendamateurs en het ISS die morgen, donderdag en overmorgen vrijdag plaats zullen vinden als onderdeel van het Moscow Aviation Institute MAI-75-experiment door RS-0-ISS op 145-800. Op donderdag vinden de uitzendingen plaats tussen 12.35 uur en 1800 UTC, dat is wintertijd minus 1 uur, en op vrijdag tussen 12.40 en 1800 uur UTC. Uitzendingen gebeuren zoals de SSTV op PI2 NOS in deze uitzendingen, dus je kunt ze op dezelfde manier ontvangen. Vrijwel zeker vinden de uitzendingen plaats in PD120 of PD180. Er zijn diverse sites en apps die de actuele positie van het ISS aangeven. ERRL.org noemt de site ISSFanclub.com. ISS Fanclub is aan elkaar geschreven. Radio Vaticaan heeft alle uitzendingen op de middengolf, die waren op 1260 en op 585 kHz vanuit Rome en Latium, op 30 november jongstleden beëindigd, zo melden meerdere bronnen. Ja, en dan een iets korter deel 27 vandaag over de historie van Heathkit nog steeds. In het begin van de 60e jaren schakelden de zendamateurs op de korte golf massaal van AM over op enkel zijband als belangrijkste modulatiesoort. Dat leidde ertoe dat ook amateurapparatuur moest komen waar SSP niet een optie was, maar die speciaal voor het gebruik van enkel zijband was ontwikkeld. Ook in die tijd was er al een trend bij de steeds opeenvolgende apparatuurgeneraties naar telkens kleinere en lichtere apparaten. In 1964 brachten zowel Drake, Collins als Heathkit amateurapparaten uit die op één band werkten. Bij Heathkit waren dit de HW12 voor 20 meter, de HW22 voor 40 meter en de HW32 voor 75 meter, die in die regio tot 4 MHz loopt, die laatste band. Als nieuwe topmodellen van het merk werd de SB-serie gelanceerd, die duidelijk geïnspireerd was op de S-lijn van Collins. Net als bij de Collins-apparaten waren deze nieuwe producten ontworpen om in verschillende combinaties van apparaten als systeem te werken. De eerste modellen uit de SB-serie verschenen in 1965 in de Heath-catalogus als vervanger voor de veel grotere apparaten die naar de stammen genoemd waren. In combinatie met elkaar gebruikt werkten de SB-300 ontvanger en SB-400 zender als een transceiver. De SB-lijn had eigenschappen van de S-lijn van Collins, zoals kristalfilters voor de bandbreedte en een 1 kHz verdeling op de afstemschaal. De apparaten konden ook los van elkaar gebruikt worden als een optioneel kristallenpakket geïnstalleerd was in de zender. Dit laatste gaf de mogelijkheid van splitwerken, wat toen anders dan nu gebruikt werd om met buitenlandse amateurs verbinding te maken die niet in de Amerikaanse bandsegmenten mochten zenden. Ook de ontwerpstijl, de knoppen en de afstemvertraging waren overduidelijk op die van concurrent Collins geïnspireerd. De Heathkit-apparaten waren als bouwpakket en minder zwaar van uitvoering dan de Collins-tegenhangers echter veel goedkoper. Het zender-ontvangerpaar werd geïntroduceerd voor de pakketprijs van $590, wat overeenkomt met $4700 in tegenwoordig geld. Een bijpassende SB200 lineaire versterker van 800 watt uitgangsvermogen voor beide apparaten werd ook in 1965 geïntroduceerd. Morgen verder over de SB-reeks en ook de latere halfgeleiderapparaten van Heath. Denk nog even aan de enquête die ik ze pas noemde op Facebook bij Hobbyscope. Thank you.
Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 8 december 2016. Dit is het bulletin van donderdag. Vandaag gaat het grootste deel van de uitzending over de enquête over de Daily Minutes. Verder is een morszender, een SSTV-plaatje in PD90. Vandaag slaan we voor een keer de historie over en zijn er ook geen nieuwsberichten verder. Wil je trouwens eens met het chatkanaal van de Daily Minutes meekletsen? Op www.pnolete.nl staat nu een manier waarop dat gewoon vanuit de browser kan, dus zonder eerst software te moeten installeren. Vanaf gistermiddag staat er een nieuwe enquête over de Daily Minutes op Facebook, ik meldde dat al. Dit keer wat uitgebreider dan de vorige keer toen het alleen over het SSTV-gedeelte van de uitzendingen ging. Er springen een paar dingen voor mij uit. Eén, dat is dat iedereen, zo lijkt het, zijn mening eerlijk heeft gegeven en ja, dat is ook de bedoeling. Tegelijkertijd zijn de reacties die onder de enquête staan hartverwarmend en het voelt voor mij als een flinke steun in de rug bij het doen van de uitzendingen. Een van de dingen die er voor mij uitspringen is dat er 83 mensen ja stemmen op de vraag of Engelstalige delen van de uitzending ongewenst zijn. Slechts 34 vinden de Engelse gedeelte een welkome aanvulling. Overigens zijn de cijfers die ik in deze uitzending noem gebaseerd op de stand van donderdagmiddag even na 5. Sinds donderdagochtend waren die standen overigens al redelijk gestabiliseerd. Wat daarnaast opvalt is dat 47 mensen de mossen in de uitzendingen ongewenst vinden en 38 vinden de mossen een welkome aanvulling. Een iets minder groot verschil dan bij het Engels. Ook opvallend vind ik dat 25 mensen de uitzendingen te kort vinden tegen 17 te lang. Dat was voor mij vrij onverwacht. Ik voel sterk de behoefte om aan te geven hoe ik hierin sta. Dus vandaar dat ik er in deze uitzending wat dieper op inga. Ik ben zelf bijvoorbeeld van sommige onderdelen die bij een aantal mensen populair zijn, maar door anderen bekritiseerd worden, niet echt een voorstander. Ik vind wel dat mossen ons cultureel erfgoed is en dat kritiek dat het iets van vroeger is dat we nu niet meer moeten gebruiken onterecht is. Maar in de uitzending kost het me extra tijd en werk, iedere dag weer 10 minuten. Als ik zou denken dat het niet of bijna niet gebruikt werd, dan zou ik de inspanning daarvoor zeker niet doen. Dat van het Engels, dat is een lastige. Ik weet dat die kritiek bestaat en ook dat er soms heftig op gereageerd wordt. Ik denk dat het niet heel opvallend gebeurd is, maar de afgelopen maanden zijn er bij de Daily Minutes een aantal dingen veranderd. Een van die dingen is dat er door de week geen Engels meer wordt uitgezonden. Dat is, als ik me goed herinner, al sinds het begin van de zomer het geval. Daarvoor had ik nog wel eens documentaires, bijvoorbeeld over de zeezenders of over de nummerstations. Sinds begin oktober gebruik ik daarnaast ook geen fragmenten van omroepzenders meer en ook geen muziek. Dat betekent ook dat de uitzendingen mij flink meer stress opleveren. Ik kan namelijk behalve bij het herhalen van de series over propagatie en de historie bij tijdgebrek nergens meer op terugvallen. Ik moet gewoon elke dag een hele uitzending maken. Het Engels dat er nu nog in de Daily Minutes zit wordt uitgezonden in het weekend en op maandagochtend. De reden daarvan is dat ik door die kant-en-klare bulletins het rustiger aan kan doen tijdens die 2 dagen in het weekend. Er is meerdere keren gesteld dat ik Engels beter zou kunnen vertalen, maar dat is voor mij geen optie. De bestaande bulletins vertalen kost 1,5 keer zoveel tijd dan een nieuwe uitzending maken. De uitzendingen in het weekend worden bovendien minder goed beluisterd, dus waarom zou ik daar dan meer inspanning in stoppen? Dat betekent echter ook dat als ik met het Engels in de uitzendingen zou stoppen, dat ik dan maar een paar mogelijkheden heb. De uitzendingen van de dagen ervoor herhalen wil ik eigenlijk niet doen. Bovendien herhaal ik die op PI3 UTR al. Het meest logische gevolg van het stoppen met het Engels is dus dat de uitzendingen in het weekend dan komen te vervallen. Er zijn echter ook mensen, al is het dus een minderheid, die de Engelstalige uitzendingen wel waarderen. Die zou ik door het stoppen van het Engels ook benadelen. En uitzendingen met alleen SSTV en MOS erin vind ik geen goed idee. Dus ook voor de mensen die dat stevast in het weekend meeschrijven zal dat geen gewenste optie zijn. Ik ben trouwens met de uitzending op de amateurband in 2012 geheel in het Engels begonnen. Aangespoord door meerdere vaste luisteraars naar de uitzendingen van toen bij Whisky Oscar heb ik me toen laten overhalen om ook een gedeelte Nederlands te gaan brengen. Gaandeweg is dat, als je naar de uitzendingen op PI2 NOS en PI3 UTR kijkt, een steeds groter onderdeel geworden. In het eerste jaar van de Daily Minutes, dus van de dagelijkse uitzendingen, waren trouwens de uitzendingen in het weekend vaak ook in het Nederlands. De uitzendingen die ik toen maakte waren echter vaak ook maar 2 of 3 minuten lang, tegen nu gemiddeld 7,5 minuut. Zoals aan het begin al een beetje bleek, ik ben zelf dus geen groot fan van de morsen in de uitzendingen. Ik heb een paar keer een poging gedaan om ermee te stoppen, maar dan krijg ik stevast mailtjes van vaak tussen de 10 en de 20 stuks mensen, of meer, die graag willen dat ik er toch mee doorga. De morsen worden door zowel mensen op het gehoor opgenomen als ook door mensen met smartphones.
Die laatste groep is de laatste tijd ook nog wat in aantal toegenomen. Op verzoek van die mensen is er 3x HI tussen het onderdeel Mosse en SSTV gekomen. Smartphonegebruikers hebben zo de tijd om hun Mosse-app af te sluiten en die voor SSTV te starten. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor de uitzending op PI3 UTR. Ik zend daar de herhaling van de Daily Minutes uit, inclusief SSTV en Mosse. Ik heb korte tijd na het begin van de SSTV-uitzendingen een keer deze onderdelen uit de uitzendingen weggelaten en dat leverde een storm van protesten op van mensen die klaar zaten met de computer om ze allemaal naar elkaar te kunnen bekijken. Ik krijg daar ook nu nog geregeld reacties op. Als je mij vraagt, kunnen die onderdelen beter uit de uitzendingen op UTR, want het kost me gegarandeerd luisteraars op die avond. Tegelijk hoor ik over de uitzending van SSTV en Morse op PI3 UTR overigens hoogzelfde kritiek. Ja, dit soort dingen zijn voor mij ook een beetje mijn dilemma. Ik kan het niet iedereen naar de zin maken, ook al zou ik dat wel heel graag willen. Ik kijk echter wel met meer dan gewone belangstelling naar de uitkomsten van deze en ook van de vorige enquête. En ik neem dat ook mee. De Daily Minutes en ook de uitzending op PI3 UTR zijn geen statisch gegeven. Als op een gegeven moment de belangstelling sterk terugloopt, ja, dan moet en dan zal ik ook mijn conclusies trekken. Daarnaast kan er ook een moment komen dat het voor mijzelf een praktische reden niet meer haalbaar is om de uitzendingen nog te doen. Of dat ik er geen zin meer in heb, of dat ik, wat in het verleden wel eens gebeurd is, ineens een writersblok blijkt te hebben. Het is overigens wel een klein beetje topsport om iedere dag met zo'n uitzending te komen, waar anderen doorgaans naast een presentator ook een redactie op hebben zitten van meerdere mensen, die zo'n bulletin dan ook nog eens als parttime of als fulltime betaalde baan doen. Overigens werk ik naast de Daily Minutes en de uitzending op PI3 UTR ook nog mee aan enkele radioprogramma's. En ik ben vorige week met een nieuw YouTube-kanaal begonnen over onze hobby, waar ik tot nog toe ook bijna iedere dag een nieuw filmpje heb geplaatst. Denk je een oplossing te hebben voor het Engels in het weekend, anders dan wat ik al genoemd heb, of voor de andere zaken die uit de enquête naar voren zijn gekomen, houd je dan beslist niet in en mail me op x@xtv.me. Dat adres dat staat ook op pnlete.nl. Je mag me uiteraard ook via de amateurzender benaderen of op het chatkanaal van de Daily Minutes. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2 NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag. En het is eigenlijk een historieupdate. 9 december 2016. Dit is het bulletin van vrijdag. Vandaag is de hele uitzending gevuld met deel 28 van de historie van onze hobby. Dat is het laatste deel dat over HeatKit gaat. Verder is er Morse en een SSTV-afbeelding in PD90.
De 28 van de historie over de zendhobby. Dit is de laatste aflevering dus over Heathkit. Eergisteren hadden we het over hoezeer de nieuwe SB-serie die Heath in 1965 in haar catalogus introduceerde op een serie apparaten uit die tijd van concurrent Collins leken. Ze waren echter wel lichter in uitvoering en doordat ze als kit geleverd werden ook een heel stuk goedkoper dan de Collins apparaten. Een jaar na de vorige keer al gemelde SB300 en SB400 zender- en ontvangercombinatie en een SB200 lineair met 700 tot 800 watt output, kwam Heath met een zendontvanger in dezelfde lijn voor de 6 meter band, de SB110. En de HA14, dat is een compact kilowatt lineaire versterker gebaseerd op de SB200, maar een stuk kleiner van formaat en met een externe gelijkstroomvoering, zodat deze compacte kilowatt ook mobiel gebruikt kon worden. Net voordat de deadline van de catalogus van 1966 sloot, voegde Heath in het midden daarvan nog een insert van 4 pagina's toe onder de titel Nieuw productnieuws, waarin een nieuwe 5-banden SSB-transceiver werd aangekondigd, de SB100. De SB100 en de verbeterde versies daarvan, de SB101 en SB202, zouden later tot de best verkopende amateurproducten van het bedrijf Heath gaan horen. Daar hoorde ook nog de HW100 bij, die later in een verbeterde versie als HW101 op de markt kwam. De HW100 kwam op de markt in 1969 en was een uitgeklede versie van de SB100, SB101 en SB102 serie. Ik kan me de SB102 uit mijn begintijd als zendamateur nog goed herinneren. Ik weet niet helemaal zeker, maar volgens mij was de HW101 toen ik net mijn aanmachtiging haalde ook al gewoon te koop. In mijn herinnering had dat apparaat geen schaal van 1 kHz, maar streepjes om de 5 kHz, uiteraard toen nog zonder digitale uitlezing. En was toen de grove frequentieaanduiding van dat apparaat samen met een iets lagere prijs de reden waarom ik een FT7 kocht en geen HW101. In de VS werd de HW-serie overigens vaak aangeduid als Hot Water-serie. In de 3 jaar na 1966 bracht Heath ook nog diverse accessoires uit voor de SB-serie, inclusief een lineair met 1,2 kW uitgangsvermogen, de SB220. De SB400-zender werd iets verbeterd en daarna als SB101 geleverd. Een laatste nieuwe model in de originele SB-serie was de SB303-ontvanger, een vervanger voor de SB301 en de voorganger daarvan de SB300. Dit nieuwe model was geheel met halfgeleiders opgebouwd en zat daardoor ook in een kleinere behuizing dan zijn voorganger. In het jaar 2000 verscheen er trouwens in Hollywood een film, Frequency genaamd, met Dennis Quaid en Jim Caviezel in de hoofdrol en met in de verdere hoofdrol een SB301-ontvanger die in de film echter werd gebruikt alsof het een zendontvanger was, hoewel er in dat apparaat dus helemaal geen zender zit. Er is overigens nooit een SB302 uitgekomen, wel een SB300, een verbeterde SB301 en de kleinere SB303 in halfgeleiderversie. Je zou kunnen denken dat de grote stap in technologie de reden is dat er een nummer werd overgeslagen, maar ingewijden bij Heath hebben wel eens verteld dat er een opvolger, net als de nieuwe ontvanger met halfgeleiders, zou komen voor de SB102. Die opvolger zou dan de SB303 gaan heten en daardoor zou voor SB303 gekozen zijn, zodat die nummers beter bij elkaar pasten. De halfgeleider SB103 zender is echter nooit verder gekomen dan het stadium van een voorstel. De SB-serie werd steeds verbeterd en bleef tot zeker 1974 goed verkopen. Rond die tijd verscheen er een nieuwe generatie, een volledig getransistoriseerde zendontvanger van Heath, de SB104, met een digitale frequentieuitlezing en eigen accessoires. Hoewel enigszins aangepast in design, toch duidelijk een familielid van de eerdere SB-generatie. De SB670, dat was een soort droom-antennetuner die geen lang leven was beschoren. Er zijn er weinig van gemaakt en de apparaten die verkocht zijn, die werden dus beschouwd als prototypes. De eerste serie van die digitale SB104-apparaten, die werden geplaagd door technische problemen. Ik ken deze ook uit mijn eigen omgeving, waar iemand zo'n apparaat had. Al snel volgde een verbeterde versie, de SB104A. Op dat moment echter was de interesse van de klanten voor deze apparatuur al verschoven naar de Japanse apparaten, die even duur waren als de Heathkit modellen, maar die allerlei extra's hadden, zoals AM of zelfs FM, die op Heathkit SB en HW-series dus ontbraken. Apparaten die bovendien kant-en-klaar geleverd werden en dus niet meer zelf gebouwd hoefden te worden. In de jaren 70 werd de stijl van de serie overigens aangepast, waarbij het groene motief werd verlaten dat lange tijd het handelsmerk van Heath voor deze apparaten was geweest. In 1983 kwam Heathkit met hun laatste amateur bouwpakket, de HW5400. Zendontvanger, geheel in halfgeleiders met 100 watt vermogen van 160 tot en met 10 meter, inclusief de warkbanden. Er was ook een bijpassende voeringsunit voor bij het apparaat.
Vanwege de lage prijzen en een steeds ingewikkelder wordend productieproces was zelfbouw simpelweg niet meer haalbaar. Heathkit begon vervolgens kant-en-klare apparaten aan te bieden, zoals de SS-9000, geheel halfgeleider met een frequentiesynthesizer en 100 watt uit. Voor de kant-en-klare apparaten werd niet meer de naam Heathkit gebruikt, maar gewoon de naam Heath. Van dit apparaat zijn er volgens recente gegevens uit onder andere een Yahoo-gebruikersgroep van deze apparaten dus slechts in totaal 375 geproduceerd. Begin jaren 90 verliet Heathkit dus de bouwpakkettenmarkt geheel ook voor de andere producten, totdat na het faillissement bij een recente herstartpoging tot aan nu dus weer enkele bouwpakketten worden geleverd. In de SSTV-afbeelding van vandaag de minder bekende HW5400 en de SS9000 van het merk. Ik heb nog geen idee waar ik volgende week mee verder ga. Het zou de zaak Radio Shack Tandy kunnen zijn of MFJ of een van de andere merken. Ik denk trouwens nog even aan de late uitzending vanavond op PI3 UTR. Dat is vanaf 10:30. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2 NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzending www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. En denk eraan, als je gaat solderen, dat je steeds alleen de kant van de soldeerbout vastpakt waar het draadje uitkomt. Amateur Radio Newsline Report number 2041 with a release date of Friday, December 9th, 2016, to follow in 5, 4, 3, 2, 1. The following is a QST. The holiday spirit is in the air with two special radio events. Amateur Radio devotes a day to welcoming the disabled. And our top story, remembering a promising ham shot to death earlier this month in Chicago. All this and more as Amateur Radio Newsline Report number 2041 comes your way right now. From around the world, this is Newsline, Amateur Radio's first independent, on-the-air news and bulletin service. Now, reporting from Wadsworth, Ohio, Stephen Kinford, N8WB. In our top story this week, we remember a silent key, Tyrone Harden, KD9ERC, who was fatally shot in Chicago more than a week ago. Police arrested a suspect a few days later. Friends and Elmer share memories with Amateur Radio Newsline's Paul Brown. WD9GCO. On November 26th, the life of a father, husband, and promising new ham was tragically cut short by bullets from a killer's gun. Sergeant Tyrone Harden, KD9ERC of Merrillville, Indiana, was shot while on duty at his job as a security guard in Illinois. The news stories give details about that. But what about the man himself?
What was he like? I spoke with two members of the club where he tested and belonged, the 220 MHz Guys Club of Lyons, Illinois, and I asked them to tell me something about Sergeant Hardin the Ham. Kelvin Jackson, W9BBQ, recalled how they were first introduced to Hardin. Tyrone was referred to us by a friend of ours, K9JPX. They worked together. JP, informed me that he had a young man that was interested in getting his ham radio license. So he referred him to us, and he had some questions about what would be appropriate study material, and that was it. He gave us a call, came down Saturday, and he passed his exam. He was very happy and jovial. He hung out with us for breakfast and lunch, and we gave him some ideas about radio. The club offers VE testing three times a month, combined with breakfast at a local restaurant. Steve Hill, KB9DSQ, recalled just how eager Hardin was to take his test. It was very humorous how he came to the breakfast, because he was so worried that we were going to leave, that he was going to miss his opportunity to take his test. So he called us while he was on his way a couple of times to let us know, I'm still en route, don't leave yet. And we had to assure him that we weren't going to leave, That was so funny, We assured him, we're not going anywhere. Come on, just take your time and be safe, And he finally made it, and it was just so funny to, he was like, oh, I thought you guys weren't going to wait for me. Of course we want to wait. And, we welcomed him with open arms, and he was just a wonderful person to meet. In addition to his new friends at the club, Hardin is survived by his wife, children, and stepchildren. If you are moved to help this family, especially in this very difficult holiday season, please keep an eye on our Facebook page or Twitter feed. We will post any information as we become aware of it. From all of us at Amateur Radio Newsline, to all of Sergeant Hardin's friends and family, our sincerest condolences. For Amateur Radio Newsline, I'm Paul Brown, WD9GCO. The lawmaker who helped advocate for the Amateur Radio Parity Act is about to take the reins of a top committee on Capitol Hill. We hear more from Amateur Radio Newsline's Jerry Goodrich, KF5KRN. Representative Greg Walden, W7EQI, has been elected as the chairman of the powerful House Energy and Commerce Committee. Walden represents Oregon's 2nd Congressional District in the House of Representatives. He won the chairmanship on December 1st during a closed-door meeting of the House GOP Steering Committee. He fills the vacancy as Representative Fred Upton, a Michigan Republican, steps down from the leadership position due to term limits. Representative Walden holds a general class license. The 9-term Oregon Congressman was a sponsor of H.R. 1301, the Amateur Radio Parity Act, as chairman of the committee's Subcommittee on Communications and Technology. The measure directs the FCC to amend Part 97 of its rules to enable amateurs in communities with land use restrictions to put up antennas for ham radio communications. That bill passed in an amended form in the House this fall and now awaits a vote in the Senate. For Amateur Radio Newsline, I'm Jerry Goodrich, KF5KRN. Because the holiday season itself is a special event, it inspires hams to get extra creative with events of their own. Here are two stations you'll want to be listening for. We hear first from Amateur Radio Newsline's Graham Kemp, VK4BB. The annual OF9X Special Event Station, an amateur radio world tour that has featured Santa for more than three decades, has begun making its rounds from the Arctic Circle. Station operations will continue through the 31st of December, this time featuring Santa and his dozen elves, who not only assist Santa, but double as multipliers for contacts. All 12 will operate as Old Father 9 Christmas, OF9X, and will identify themselves further as elves with an additional three-letter designation, such as ART for Arto or NIK for Nico. So if you've contacted an elf, you'll hear OF9X/ART or something similar. There are a number of prizes available for different point scores, but no doubt the biggest prize of all for children of the participating amateurs will be the opportunity to win a QSO during Christmas week with the person the website is calling, and I quote, "the true and live Santa," end quote. Be listening on the bands and believe. For Amateur Radio Newsline, I'm Graham Kemp, VK4BB.
Jim Dameron, N8TMW, tells us next about some amateurs in Georgia who are bringing the Bethlehem experience a little closer to home. How about a Christmas QSO with Bethlehem, Georgia? The Barrow Amateur Radio Club in Winder, Georgia, is heading back to nearby Bethlehem, where from 2010 to 2014, the club activated the Bethlehem City Park Pavilion each Christmas. After a brief hiatus, the special event station is back. Be listening for WR4BC on the afternoon of December 10th and 11th, starting on 20 meters and then moving later in the day to 40 meters. The club will also operate a second station on 10 meters. All operation will be SSB, and there will be a special QSL card for all successful contacts. This time, however, instead of operating in the pavilion, the club will be in Bethlehem itself, going mobile and portable from a hilltop parking lot in town. Sorry, there won't be any overnight operation. QSOs stop at about 5 p.m. It may not be too cold for Santa, but these hams need to be roasting by an open fire. For Amateur Radio Newsline, I'm Jim Dameron, N8TMW. Time for you to identify your station. We are the Amateur Radio Newsline, heard on bulletin stations around the world, including the Spark Club repeater for the Sportsman Paradise Amateur Radio Club, K4WAK, in Wakulla County, Florida, in time for the Friday afternoon commute. Hams in some parts of the world set aside December 3rd to showcase what radio can do for the disabled. Here's Amateur Radio Newsline's Ed Durant, DD5LP. When members of the Union of Swiss Shortwave Amateurs, the USKA, operated a special event station recently at the Swiss Paraplegic Centre, an emergency and rehabilitation facility in Knoxville, they were grateful for the possibilities. Operators weren't just looking to score some good contact while working with the patients there. They were eager to show those patients, most of whom have spinal cord injuries, the possibility radio holds for quadriplegics and paraplegics. On Saturday the 3rd of December, the Swiss Radio Amateurs were among a handful of radio groups, including those in Egypt and the UK, who were marking the International Day of Persons with Disabilities. Using the special call sign HB9IPHA, the Swiss Amateurs worked on 20 metres at 100 watts with a Flex Radio 3000, but were also on VHF and UHF with a Yaesu FT857D. Thomas Huber, HB9FXU, the Switzerland coordinator for the IARU's information programme for handicapped radio amateurs, said in an email that the feedback from the patients, visitors and hospital employees was extremely positive. He told Amateur Radio Newsline that the response was especially encouraging as some participants got on the air for the first time. Thomas said the opportunity for outreach was also gratifying, and next year the hams plan to do more outreach to disabled men and women throughout Switzerland and get them involved on the air, and not just on one day every year. For Amateur Radio Newsline, I'm Ed Durant, DD5LP. The annual Mills on the Air event in Europe is welcoming yet another Australian participant. Here's Amateur Radio Newsline's John Williams, VK4JJW. We reported several weeks ago that an historic Australian mill has got into the game for the upcoming Mills on the Air event in May. Anderson's Mill has the distinction of being the first mill down under to be part of what was once an exclusively European event. The mill in Smeaton, Victoria, has company now. Members of the Lower Murray Amateur Radio Club, VK5ALM, will participate as well from Dunn's Mill in South Australia. The mill, the oldest building in Mount Barker, once processed flour. The 19th century mill operated for 50 years under steam power, but on May 13th through 15th, it'll be active again thanks to ham radio power. The UK's Denby Dale Club is hoping the two Australian mills won't be the last to get on board, whether they once processed sugar, timber, wheat or wool. The UK club members are hoping to process something themselves. More registrations from participants in Australia. For Amateur Radio Newsline, I'm John Williams, VK4JJW. Some things are worth waiting for, even if it takes 30 years. Here's Amateur Radio Newsline's Graham Kemp, VK4BB, with the story of a three-decade dream fulfilled. North to Alaska and just a tad more than a little northeast of home, always gave one Aussie ham an icy stare. Now,
A special award marks a first for Australia, and it's a proud moment for Frank, VK7BC. The Tasmanian radio operator has just received his Radio Society of Great Britain Islands on the Air Arctic Islands Award. The achievement means Frank has had to work a total of 75 IOTA island groups north of the Arctic Circle. And no, you can't do it in a weekend. Frank gave this 3 decades of his best effort. The investment paid off. As of the 11th of November, his call sign, VK7BC, was added to the list of others who've achieved the feat. While Frank's is the first station in Australia to claim this honour, this isn't quite a first for Frank himself. He's already on the roster of award winners for getting his IOTA Antarctica certificate back in 1998. For Amateur Radio Newsline, I'm Graham Kemp, VK4BB. Make room for one more ham in Canada's Hall of Fame. We get those details from Amateur Radio Newsline's Jeremy Boot, G4NJH. The Canadian Amateur Radio Hall of Fame has a new member, Phil Anderson, V3FAS of Amaranth in South Central Ontario. Phil, who's been licensed since 1961, has provided service as an amateur that includes 50 years of award-winning work with the National Traffic System and various roles with the ARRL in the United States Eastern Area. He's also been manager of the Eastern Canadian Net and Transcontinental Corps. Phil had a career in defence engineering research and space design before teaching at Humber College, a polytechnic school in Ontario. Although his appointment has been made for 2016, Phil will be formally inducted into the Hall of Fame in 2017 and will be profiled in the Canadian Amateur magazine, published by Radio Amateurs of Canada. For Amateur Radio Newsline, I'm Jeremy Bucci, 4NJH. In the world of DX, there's a Buddy Pole D expedition happening on St. Lucia Island that will continue until the 12th of December. The operators are on 160 through 6 meters using CW, SSB, and the digital modes. They are transmitting QRP, or 100 watts, into Buddy Pole antennas. Send QSL cards via their home call signs or via Logbook of the World. Operators include Bud, W3FF, Jeff, KO7M, and Mike, KI8R, among others. In the U.S. Virgin Islands, listen for another team known as the Buddies of the Caribbean. The operators on St. Croix Island include Tom, K4ZGB, Brian, N8WD, and Rick, AA4W, who are active through the 14th of December as WP2/K4ZGB, KP2/N8WD, and KP2/AA4W, respectively. Be listening on 160 through 6 meters, where they are operating using CW, SSB, and the digital modes. They will also attempt to make satellite contacts through SO50 and AO85. Send QSL cards via Logbook of the World, EQSL, or direct to their home call signs. Lastly, the Radio Society of Sri Lanka, 4S7RS, is on de-expedition from the 10th to the 13th of December from Hyar Forest Reserve, Gala, Sri Lanka. Listen on all HF bands, 160 meters through 10 meters for CW, digital, and SSB. Our final story is about something other than radio that is making waves, big waves. We hear again from Amateur Radio Newsline's John Williams, VK4JJW. Weird and wonderful. A new health food fad on the shelves here in Australia is water infused with the frequency of the moon. And what a marketing spiel to attract consumers. Seems that spring water from an aquifer in remote northern VK4 is put through a 2-stage kinetic energy process and infused at 210.42 Hz, the frequency of the moon. The result is that individual molecules in the water are enlivened to produce a remarkable soft and ultra-hydrating taste, feel, and effect. The product claims to be outstanding value and offers the most dynamic beverage in the universe. However, health and dietitian experts disagree, describing the marketing hype as fanciful in the extreme, but would attract high marks as a first-year marketing assignment. But wait, there's more! Love in a bottle. After sourcing this precious water from the protected aquifer in remote northern Queensland, it's put through a 2-stage kinetic energy process and infused at a new frequency, 528 Hz, the frequency of love. Truly a weird and wonderful story worth bottling. I'm John, VK4JJW.
With thanks to Allen Labs, the ARRL, the Barrel Amateur Radio Club, Bill Wilson, KJ4EX, CQ Magazine, CNN, Hap Holly and the Rain Report, Irish Radio Transmitter Society, Mills on the Air, Ohio Penn DX Bulletin, the Radio Society of Sri Lanka, Southgate Amateur Radio News, the 220 MHz Guys Amateur Radio Club, Ted Randall's QSL Radio Show, Wireless Institute of Australia, WTWW Shortwave, and you, our listeners. That's all from Amateur Radio Newsline. Please send emails to our address at newsline@arnewsline.org. More information is available at Amateur Radio Newsline's only official website at www.arnewsline.org. For now, with Karen Eve Murray, KD2GUT, at the news desk in New York and our news team worldwide, I'm Stephen Kinford, N8WB, in Wadsworth, Ohio, saying 73, and as always, we thank you for listening. Amateur Radio Newsline is copyright 2016, all rights reserved. CQ, 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 calling all radio amateurs and shortwave listeners. This is GB2RS, the news broadcasting service of the Radio Society of Great Britain. It comes to you from G4NJH in Nottingham. You can find the text on the RSGB's own web page. Good morning, this is GB2RS News. It's Sunday the 11th of December 2016. Here are the main news headlines. GB16 Yota, operating news. Celebrating first amateur transatlantic signals. Hams provide Indonesian earthquake comms. Special call sign GB16 Yota is on the air to introduce and produce amateur radio to young people. It will be operated from a variety of clubs and organisations in December. Today, Sunday the 10th, the CDXC will be putting the call sign on the air. On the 13th, Otley ARS, and from the 14th to the 16th, Castle Rushton School will be operating. Then the call sign moves to Northern Ireland with Mid-Ulster ARC on the 18th. Finally, for this week, it's off to Scotland, next Sunday the 18th, with Stirling and District ARS. If you hear GB16 Yota on the air, please give them a call. You might well be giving a young person their first ever taste of amateur radio. Today, the 11th of December, a special event will commemorate the 95th anniversary of the first transatlantic contact between Greenwich, Connecticut and Androssen in Scotland. On that day, in 1921, a radio signal from a Radio Club of America test station, 1BCG in Greenwich, was received in Androssen as part of a series of ARRL transatlantic tests. The special event will begin at 1200 UTC today, the 11th, and end at 0300 UTC on the 12th. It will include an attempt at a two-way contact between N1BCG in Greenwich and GB2ZE, operated by Jason GM7VSB in Androssen. It's hoped the contact will take place during the afternoon of the 11th of December on 20 metres if conditions allow. N1BCG operation will be on AM on 75 and 40 metres, CW and SSB on 40 metres, CW on 30 metres, and CW and SSB on 20 and 17 metres. The earthquake in Indonesia on Wednesday struck at 5 a.m. local time. It's been reported that it took 2 hours before the ham radio group was able to reach the earthquake damage zone with emergency communications. 7.110 megs is being used for emergency traffic, and amateurs are asked to keep this frequency free from interference. Research from the University of Surrey and Augmented Optics Limited, in collaboration with the University of Bristol, has developed technology that could revolutionise the capabilities of appliances that have previously relied on battery power to work. The researchers discovered new supercapacitor electrolytes that exhibit capacitance values that are between 1 and 10,000 times higher than conventional supercapacitor materials. This could translate into very high energy density supercapacitors, making it possible to recharge devices in just a few seconds. The International Amateur Radio Union has issued an update on preparations for the World Radio Conference. In 2019, the IAIU's prime role is to work in the areas of spectrum privileges, gaining or retaining spectrum for the amateur radio services, and making sure that our spectrum remains available for use and free from serious human-made interference. For full information on the work, go to www.iaiu-rfigure1.org.
Vintage radio enthusiasts are invited to participate in an on-air vintage radio weekend on the 17th and 18th of December. This activity is open to everyone who has a classic transmitter or receiver, or who's interested in owning one. Activities can be on any band and mode at any time. All participants may download a free self-service VRW award certificate from www.phoenixarc.org.uk, where there's also additional information. Santa Radio OF9X will be active until the 31st of December to promote the Christmas spirit on the radio spectrum. The 12 elves operating OF9X identify themselves with a three-letter identity. Work OF9X on as many bands and modes as possible to earn QSO points, and work as many elves as possible to get multipliers. Your efforts will be rewarded by Santa Rewards. See www.qrz.com for details. QSLs via OH2BH and Club Log OQRS. Details of rallies and the events for the coming week. We don't know of any more rallies for 2016. If you have any rally or event information for 2017 that you'd like to appear in a few traditions of GB2RS News, Radcom or the RSGB website, please email full details to radcom@rsgb.org.uk as early as possible. DX News now compiled from 425 DX News and other sources. Eric KH6EB works on an uninhabited Hawaiian island, OC019, for 10 days every month. He's located at the base camp that supports the state's effort to restore the island. He's there between the 12th and the 21st of December. During his free time in the evenings and mornings, around 1600 to 1700 UTC, 0300 to 0500 UTC, and 0600 to 0900 UTC is on 20 metres. QSL Director KH6EB via Logbook of the World and EQSL. Chris VK3FY will be active holiday style as 3D3FY from the Fijian Islands, OC016, until the 14th of December. He'll be operating SSB and CW on the 10 to 80 metre bands, QSL M0XO. Akira JH0CKF will be on the air as T88MZ on Koror Island, OC009, from the 13th to the 16th of December. He'll be on the HF bands, QSL JH0CKF, Director Bureau, Logbook of the World, or Club Lock OQRS. Mikhail VE7ACN will operate as VP5 stroke call from Grand Turk Island NA003 until the 19th of December. Activity will be on the HF bands using CW and SSB, QSL VE7ACN or Logbook of the World. The Radio Society of Sri Lanka's annual de-expedition to Hiare Gale as 4S7RS will take place until the 13th of December using 160 to 10 metres CW, SSB and digital. Special event news: Dutch radio amateur Sasha PD9Z will be operating PC16 Xmas from the 6th to the 31st of December. The station is intended to maintain the spirit of friendship between amateur radio operators in the Christmas period and to provide a nice QSL card. Operation 160 to 10 metres SSB and CW. Celebrating the 25th anniversary of the independence of Kazakhstan on the 16th of December 1991, a large number of UP25 call signs will be active through the whole of December. http://kazakhstan-25.hamlog.ru for log searching for information on the awards available. Contest news: on Tuesday, the 432 Megs UK Activity Contest runs from 20:00 to 22:30 UTC, using all modes on the band. The exchange of signal report, serial number, and locator. Next Saturday and Sunday, the 17th and 18th, the Stu Perry Top Band Challenge runs from 1500 to 1500 UTC, using CW only on the 180 metre band. The exchange is your four character locator. Finally, a reminder: the UK 6 metre group Winter Marathon continues on 6 metres until the end of January. Details on the uksmg.org website. Now, the radio propagation report compiled by G0KY, HE3YLA, and G4BAO. The past week has been reasonably settled geomagnetically, with the K index generally being between 0 and 3,
at the beginning of the week, the noontime critical frequency, as measured by the Chiltern in Ionosond near Harwell on Tuesday, was just over 6 megahertz, which meant 40 metres often struggled for contacts close in around the UK, but 15 metres was potentially open to DX at times. The critical frequency climbed higher during Tuesday afternoon, which meant that 12 metres may have been open. This also confirms that noon doesn't always bring the highest critical frequencies. We then had a succession of B-class solar flares on Wednesday. A large current coronal hole moved across the Earth-facing side of the Sun and became geo-effective from December the 7th. Enhanced geomagnetic activity, including minor G1 storm conditions, then occurred on Thursday when a high-speed solar wind stream passed Earth. Don't forget you can get a short pre-event enhancement just as the plasma hits and the K-index rises, but the prognosis for HF is then not good if we get a prolonged storming. NOAA predicts that the coronal hole effects will diminish after the weekend, leaving a more settled ionosphere for the rest of the week. Conditions may become more unsettled again from around December the 19th. So Monday to Saturday next week may be the best time for working DX on the HF bands, but don't forget to check the low bands for DX during a late afternoon through the hours of darkness, as we are at an optimum time as we near the winter solstice. Now for VHF and up, this week sees one of the biggest meteor showers of the year. The peak of the Geminids is expected on Wednesday morning at about 0020 UTC. The peak's expected on or around 0020 UTC with a zenithal hourly rate of about 120. All the low VHF bands will be affected, with EME capable stations on 70 centimetres also able to make meteor scatter QSOs. There seems to be a common theme in the weather models for the coming week, which is there's likely to be high pressure nearby to the south and east of Britain over the continent. A series of low pressure systems will continue to pass the northwest of the country with cloud rain and periods of stronger winds. This means any tropo conditions are likely to be confined in the southern and eastern half of Britain, closer to the high pressure over the continent, which is the direction to look for any tropo DX during next week. The latter part of the week will probably see a stronger development of high pressure over the south of Britain, maintaining the tropo options into the following weekend. Low losses and high declinations this week make it a good one for EME contacts. E44QX should be QRV on the gigahertz bands from Jericho until Wednesday. That's it for this week for the propagation team. That's also all from me. Somehow managed to get through with this terrible cold. And see you in the next bulletin. Hallo, liebe SWLs, YLs und OM. Sie hören den Deutschlandrundspruch Nummer 49 des Deutschen Amateurradioclubs für die 49. Kalenderwoche 2016. Diesmal haben wir Meldungen zu folgenden Themen. Freigabe des 60 Meter Amateurfunkbandes in der Schweiz ab 1. Januar 2017. Jugendgruppe erhält Ehrenamtspreis beim Internationalen Tag des Ehrenamtes. Funke mit dem Weihnachtsmann beim Ortsverband Osterode, Hotel 19. Festveranstaltung anlässlich 50 Jahre Münchner Ortsverbände, zufriedene Veranstalter und Besucher beim 46. Amateurfunkmarkt in Dortmund. Dann haben wir aktuelle Conteste im Programm und was gibt es Neues vom Funkwetter. Zum ersten Thema im Deutschlandrundspruch. Freigabe des 60 Meter Amateurfunkbandes in der Schweiz ab 1. Januar 2017. Wie der Schweizerische Amateurfunkverband USKA auf seiner Webseite mitteilt, wurde das 60 Meter Band im Bereich von 5351,5 bis 5366,5 kHz in den nationalen Frequenzzuweisungsplan aufgenommen und per 1. Januar 2017 für den Amateurfunk freigegeben. Hierbei gelten die auf der World Radio Conference 2015 in Genf beschlossenen Eckwerte. Die Zuteilung für den Amateurfunk ist sekundär, die maximal zulässige Leistung beträgt 15 Watt EIRP. Laut IARU Region 1 Bandplan ist der Bereich von 5351,5 bis 5354,0 kHz für CW- und Schmalbandsenderarten, der Bereich von 5354 bis 5366 kHz für alle Senderarten und der Bereich von 5366,0 bis 5366,5 kHz nur für Schmalbandsenderarten für schwächste Signale zugeteilt.
Jugendgruppe erhält Preis beim Internationalen Tag des Ehrenamtes. Während des Internationalen Tags des Ehrenamtes am 5. Dezember wurde der Jugendgruppe des Ortsverbandes Herford November 08 in einer Feierstunde im Herforder Rathaus der Preis Vorbild im Ehrenamt verliehen. Seit vielen Jahren leiten Werner Vollmer, DF8XO, und Uwe Eickmeier, DB4YP, die Jugendgruppe und fördern technische Talente als Vorbereitung auf Amateurfunk, Ausbildung und Studium. Die Gruppe ist als Einheit geehrt worden, weil jedes einzelne Mitglied regelmäßig sein Wissen an Teilnehmer von Elektronik-Workshops weitergibt. In den 17 Jahren des Bestehens der Gruppe haben 25 Jugendliche den Weg in ein Ingenieurstudium und 65 Lehrgangsteilnehmer den Weg zum Amateurfunk gefunden. Weitere Infos hierzu gibt es im Internet. Bei dem Internationalen Tag des Ehrenamtes handelt es sich um einen jährlich abgehaltenen Gedenk- und Aktionstag zur Anerkennung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements. Der Gedenktag wurde 1985 von den Vereinten Nationen beschlossen und fand 1986 erstmals international statt. Das Ehrenamt genießt auch im DARC e.V. einen hohen Stellenwert. Rund 5000 YLs und OM engagieren sich im Bundesverband für Amateurfunk ehrenamtlich. Ich möchte diesen Tag dazu nutzen, mich herzlich bei allen Aktiven zu bedanken. Auf allen Ebenen des Clubs, in allen Ortsverbänden, Distrikten und Referaten setzen sich Funkamateure für den DARC e.V. ein und engagieren sich für den Amateurfunk. Dies gilt vom Gerätewart über die Vorsitzenden der 1000 Ortsverbände bis hin zu den Ämtern in den 24. Distrikten. Ihr seid der DARC. Danke für euren Einsatz, erklärte Steffen Schöppe, DL7ATE, selbst ehrenamtlicher DARC-Vorsitzender. Funken mit dem Weihnachtsmann beim Ortsverband Osterode, Hotel 19. Unter dem Motto "Wir funken mit dem Weihnachtsmann" treffen sich Funkamateure des Ortsverbandes Osterode, Hotel 19, am 3. Advent, dem 11. Dezember ab 12 Uhr im Berghof auf dem Ravensberg bei Bad Sachsa. Bei der Aktion können kleine und große Interessierte dem Weihnachtsmann mittels Ausbildungsrufzeichen Grüße und Wünsche übersenden. Eine Sonder-QSL-Karte kann an diesem Tag gearbeitet werden. Das Motiv soll bei dieser Aktion jährlich wechseln und von Kindern aus der Region erstellt werden. Es wird versucht, auf mehreren Bändern so viele Stationen wie möglich zu kontaktieren. Über Kurzwelle versuchen die Funkamateure auch einen Kontakt zur Weihnachtsstation am Polarkreis zu ermöglichen. Darüber berichtet Carsten Koch, Delta Lima 8, Alpha Alpha Papa. Feste Veranstaltung anlässlich 50 Jahre Münchner Ortsverbände. Am 2. Dezember fand in der Gaststätte Weiprechthof im Münchner Norden eine große Festveranstaltung anlässlich des 50-jährigen Bestehens der vier Münchner Ortsverbände im DARC statt. Genau am 2. Dezember 1966 wurde der damalige DARC-Ortsverband in der bayerischen Landeshauptstadt gemäß den vier Himmelsrichtungen aufgeteilt, da er für eine sinnvolle Vereinsarbeit zu groß geworden war. Es entstanden die heute noch aktiven Ortsverbände München Ost, Charlie 11, München Nord, Charlie 12, München West, Charlie 13 und München Süd, Charlie 18. Viele Angehörige aller Münchner Ortsverbände waren erschienen, um die Geburtsstunde der heutigen DARC-Organisation mit einem Festakt zu würdigen. Ebenfalls anwesend waren Christian Enz-Fellner, Delta Lima 3 Mike Bravo Golf, als Vertreter des DARC-Vorstandes sowie Manfred Lauterborn, Delta Kilo 2 Papa Zulu, der Vorsitzende des Distriktes Oberbayern, Charlie. In ihrer Laudatio würdigten DL3 MBG und DK2PZ, dass der Großraum München in den vergangenen Jahren zu einem Hotspot des Amateurfunks geworden sei und deutschlandweit neue Maßstäbe in den Vereinsaktivitäten gesetzt habe. Als eine der wenigen Regionen konnte hier ein Mitgliederwachstum für den DARC errungen werden. Viele interessante technische Projekte, Veranstaltungen, Exkursionen und Vorträge führten zu viel Spaß und Freude unter den YLs und OM der Region. Ihren Abschluss fand die gelungene Veranstaltung mit der Verteilung einer 100-seitigen Festschrift mit historischen Betrachtungen und einem Amateurfunk-Quiz, wo mehr als 30 zum Teil knifflige Fragen aus dem Bereich Technik, Betriebstechnik und DARC-Geschichte zu beantworten waren. Insgesamt wurden 6 Preise im Gesamtwert von rund 1.200 Euro gestiftet. Den glücklichen Sieg trug das Team des Ortsverbandes Charlie 12 davon. Darüber berichtet Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Zufriedene Veranstalter und Besucher beim 46. Amateurfunkmarkt in Dortmund.
Wir hoffen, dass die Besucher genauso zufrieden sind wie wir, erklärte Peter Lohse, Delta Lima 1, Delta Alpha Mike, einer der Organisatoren des 46. Dortmunder Amateurfunkmarktes, in Bezug auf die vorläufigen Besucherzahlen. Über 2200 Besucher kamen in diesem Jahr zu uns in die Westfalenhalle. Für das kommende Jahr ist die Messe in trockenen Tüchern, fügte er zufrieden hinzu. Insgesamt waren 156 Aussteller und 21 Interessengruppen vor Ort. Ich konnte heute viele Anregungen für die Weiterentwicklung meiner Station sammeln, Bauteile kaufen und hatte viele nette Gespräche mit Funkfreunden. So Jens Ludwig, Delta Golf 1, Alpha Alpha Echo vom Ortsverband Nordelm, Hotel 54. Dafür nahm er gerne die weite Anreise mit der Bahn in Kauf. Er ist bereits das 9. Mal in Dortmund dabei. Auch in den kommenden Jahren hat er den Dortmunder Amateurfunkmarkt eingeplant. Am 2. Dezember 2017 und 1. Dezember 2018. Aktuelle Conteste an diesem Wochenende, 10. bis 11. Dezember, der ARRL 10 Meter Contest, außerdem der 28 MHz SWL Contest sowie der International Naval Contest. Dann kommt am 17. Dezember aus Tschechien der Oscar Kilo DX RTTY Contest zu uns. Außerdem in Kanada der RAC Kanada Winter Contest. Das ganze Wochenende hindurch, 17. bis 18. Dezember, da läuft in Kroatien der Croatian CW Contest. Natürlich in Morse-Telegrafie. Die Ausschreibungen finden Sie auf der Webseite des DX und HR Funksportreferates sowie mittels der Contest-Termintabelle in der CQDL in der aktuellen Ausgabe 12 2016 auf Seite 64. Der Funkwetterbericht vom 6. Dezember, herausgegeben von Hartmut Büttig, DL1VDL. Zunächst der Rückblick vom 30. November bis 5. Dezember. Der November endete mit guten winterlichen DX-Bedingungen auf den Bändern unter 20 Meter. Zwischen dem 30. November und 4. Dezember war das geomagnetische Feld nahezu ungestört. Meist betrug der geomagnetische Index K gleich 0 und man konnte auf den Lowbands Stationen aus allen Kontinenten mit lauten Signalen hören und auch arbeiten, solange die DX-Station noch nicht im DX-Cluster gemeldet war. Danach ist oft der Adrenalinspiegel der Operateure größer als das Signal-Rauschverhältnis. Die Sonne war etwas aktiver als in der Vorwoche und brachte 2 M und 12 C-Flares in die Statistik, die den solaren Flux aber nur gering ankurbelten. Er lag zwischen 86 und 82 solaren Fluxeinheiten. Vorhersage bis zum 13. Dezember. Die Sonne behält ihren winterlichen Charakter. Die ziemlich konstanten Fluxwerte bleiben im Bereich von 80 Fluxeinheiten. Das riesige koronale Loch CH777 wird uns etwa ab dem 7. Dezember mit intensivem Sonnenwind ärgern. Oftmals gibt es zwischenzeitlich Pausen, in denen sich die Ausbreitungsbedingungen auf den unteren Kurzwellenbändern schnell erholen. Schaut man sich die Ionogramme an, so wundert es niemanden, dass die für 3000 Kilometer Sprungdistanz geltenden Grenzfrequenzen zwischen 17.30 Uhr UTC bei 9 MHz lagen. Oft ist dann 30 Meter geschlossen, bevor es eine Stunde später wieder öffnet. 20 Meter und gelegentlich auch 17 Meter öffnen relativ kurz auf den Taglinien, jedoch morgens ziemlich schnell bis nach Neuseeland und Australien. Die interessantesten Bedingungen finden wir momentan auf den unteren Bändern. Und hier nur noch die Orientierungszeiten für Greyline DX alle Zeiten in UTC. Sonnenaufgang in Neuseeland ist um 16.54 Uhr, in Ostaustralien um 18.51 Uhr, in Westaustralien um 21.03 Uhr, in Singapur um 22.54 Uhr, in Japan geht die Sonne auf um 21.36 Uhr Weltzeit, auf Hawaii um 16.56 Uhr, in Alaska, genauer gesagt in Anchorage, um 18.53 Uhr, in Johannesburg in Südafrika, dort geht die Sonne um 3 Uhr und 7 Minuten UTC auf, an der USA-Westküste in Kalifornien um 15.12 Uhr, auf den Falklandinseln um 11.52 Uhr und in Berlin in Deutschland ist Sonnenaufgang um 7.02 Uhr Weltzeit. Sonnenuntergang USA-Ostküste 21.28 Uhr, USA-Westküste 0.51 Uhr, in Sao Paulo in Brasilien, dort geht die Sonne unter um 21.43 Uhr Weltzeit, auf den Falklandinseln um 0 Uhr und 3 Minuten. Auf Hawaii geht die Sonne unter um 3.49 Uhr UTC, in Anchorage in Alaska um 0.24 Uhr, in Johannesburg in Südafrika um 16.50 Uhr, in Neuseeland um 7.29 Uhr und in Berlin in Deutschland verschwindet die Sonne um 14.53 Uhr UTC hinter dem Horizont.
Das war der DARC Deutschlandrundspruch für diese Woche. Die Redaktion hatte diesmal Thorsten Schmidt, Delta Oscar 1, Delta Alpha Alpha vom Amateurfunkmagazin CQDL. Am Mikrofon war Michael Eggers, Delta Lima 9, Lima Bravo Golf. Diesen Rundspruch gibt's auch als PDF und MP3-Datei auf der DARC Webseite sowie in Packet Radio unter der Rubrik DARC. Wenn Sie Meldungen für den Deutschlandrundspruch haben, also mit bundesweiter Relevanz, dann schicken Sie Ihre Beiträge gerne per Post oder Fax an die Redaktion CQDL. Sie kennen ja die bekannte Adresse Lindenallee 4 in Baunatal, sowie per E-Mail bitte ausschließlich an die Adresse redaktion@darc.de. Vielen Dank fürs Zuhören und AWDH. Bis zur nächsten Woche. PA00 News følgende udsendelse indeholder nogle chokerende eksempler på, hvordan en hobby kan ændre liv. I unge under 18. Kraftigt tilstedeværelsen af en voksen anbefales. 7, 8, 4, 0, 5, 1, 2, 7, 4, 8, 9, 7. Achtung alle Mitarbeiter der Nachrichtendienste, bitte beachten Sie freitagabends die Sendungen PA00 News für die wichtigsten weitere Informationen. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo.